welkom. De komende 5 weken kom je alles te weten over Limbomania. De enige echte popwedstrijd in Limburg. Ik doe dat niet alleen, ik doe dat samen met... PJ Thibault. Yeah! Ja, dus vanaf volgende week duiken we in de voorrondes, coachings en natuurlijk de finale van Comedy DJ en Limbomania. Maar vandaag krijg je te zien wat er allemaal gebeurd is in de afgelopen 16 jaar in Limbomania. Ralf, Limbomania bestaat ondertussen sinds 1995. Dat is al lang, maar hoe is het eigenlijk allemaal begonnen? Hoe is het ontstaan? Popmuziek eigenlijk... Het is zo dat jongeren die creatief bezig zijn, dat we die altijd wel hebben willen ondersteunen op de een of andere manier. En sinds begin jaren 90 hebben we popmuziek daar echt wel als speerpunt genomen. Dus echt een popbeleid willen ontwikkelen als eerste overheid in België. Waar wij ons vooral in onderscheiden is vooral in de coaching achteraf. Wij begeleiden die bands in de verdere uitbouw van hun muziek. Het belangrijkste aspect zit hem eigenlijk tussen de preselecties en de finale. Heel concreet wil dat zeggen dat wij de finalisten begeleiden in huis. Ze krijgen die repetitiemogelijkheden, onder andere hier, waar we hier zitten. Maar wij reiken ook een aantal coaches aan die met hen meedenken. Ze krijgen een PA-repetitie in onze grote zaal, waardoor dat ze gewend worden om voor een grote zaal, een groot systeem te spelen. Des te minder dat iedereen in zijn monitor wil hebben, des te beter natuurlijk. Ja. Als jij gitaar zegt van, ik moet meer gitaar met een monitor, dan gaat dat... Die wil dan nog meer en die wil meer en iedereen wil meer. En dan worden natuurlijk direct moeilijk. Misschien moet ik de mix iets minder zetten. Ik vind dat wel een goede zaak om zo'n wedstrijd uit te schrijven. Ten eerste is het al fun. Als je geen kans hebt om optredens te doen, is dat de ideale manier om voor het publiek te spelen. En ook, je leert er wel wat mensen kennen. Eppo, jij werkt voor Pukkelpop. Kan ik me dat dan voorstellen dat heel wat finalisten bij jou komen mouwvegen om eventueel een plaatje te veroveren op de affiche? We hebben eigenlijk een ongeschreven deal met Limbomania dat als de bands goed zijn en de finalisten, en we plukken wel altijd wel finalisten eruit om op ons festival te zetten. Ik denk dat zelfs de Killbots ooit de mainstage bij ons geopend hebben, de winnaars van 2001. Dus als het goed is, dan komen ze wel. Wij komen allemaal uit Tongeren en voordien was dat zo 27 keer hetzelfde café spelen elk jaar. En dan wordt het al makkelijk om zo wat enthousiaste reacties uit te lokken, omdat je kent 90% van het volk en die zijn al zat als je komt spelen. En dan in Limbomania, dan staat er ineens heel veel volk dat ook voor andere groepen komen die echt wel als concurrenten zien en zo van, die mannen, die zijn slecht. Zijn er leuke herinneringen van bepaalde shoots die zijn bijgebleven? Ja, er zijn er wel eigenlijk leuke. Galactico's, die zijn we in het ziekenhuis gaan halen. De drummer, die lag in het ziekenhuis met een blinde darmontsteking. En we zijn dus met bed door het ziekenhuis, we zijn de liften in geweest. Ik denk dat we ook naar spoed zijn geweest. Dat is allemaal heel bizar foto's geweest. De baas van Landry, Luc Argentier, die had me toen, dat was eigenlijk een jurylid, die heeft me toen zien spelen, heeft mij rond van een plaats aangeboden op Landry. En heeft ook zijn belofte gehouden en mij net voor net gaan als headliner dan gezet. Ik heb mijn taak zo'n beetje gemaakt van hen wat op hun gemak te stellen, een paar routines onder de knie te krijgen en wat zelfvertrouwen te geven. Heaven knows how you're lonely. Got the message that your words don't make no sense. De finale trouwens net van hetzelfde, was letterlijk 4 man voor ons. Echt? Komen, ja. En dus de verrassing in het, bij het algemene, de 1000 man die er dan zijn, om de bekendmaking was al vrij groot. Ja. Alright, bedankt om te kijken. Voor meer info kan je altijd terecht op www.limbomania.be. Tot volgende week en dan beginnen we aan de coaching van de finalisten. Tot dan! Fight by Provincie Limburg.